Breda Nu. Je weet het meteen. Dag Anneke. We zijn hier in bij een tentoonstelling waarin jij een groot aandeel hebt gehad. Want jij hebt eigenlijk het initiatief genomen, mag ik dat zo zeggen? Ja, dat kan je zo zeggen. David van deze galerie had gevraagd of ik hier wilde exposeren. En ik zei, ja natuurlijk wil ik dat, maar ik zou wel graag... Of nee, hij vroeg, heb jij mensen die met jou mee zouden kunnen exposeren? En dat had hij, of dat had ik. En ik heb toen gedacht aan vrienden zoals Pedro Quesada uit Spanje... En Pam Hawkes uit de UK. En daar heb ik grote bewondering voor dat werk. En daarnaast had ik ook Jake Fernandez. Dat is niet helemaal rondgekomen, maar dat gaat een andere keer weer gebeuren. Nou zeg jij vrienden, maar je bedoelt vooral waarschijnlijk vrienden in de kunst. Vrienden in kunst, ja. Werk waar ik altijd een band of een bewondering voor had, maar ook iets in herken. Want je hebt natuurlijk niet gauw bewondering voor iets wat... waar je niks in herkent en waar je niks mee hebt. Maar dat, ja. Herkenning is voor jou sowieso iets. Ik bedoel, moet jij in je eigen werk, want daar gaat natuurlijk nu vooral om. Moet je per se iets herkennen of hoe zit het bij jou? Want ik heb gezien dat jij veel portretten schildert. Althans, hele lijven ook, maar ook wel portretten. Hoe zit dat bij jou, dat herkennen? Je hebt twee soorten herkenning in mijn opinie. Maar je hebt sowieso het figuratieve herkenning. Dus dat je dus ziet... Wat de vorm is. Maar je hebt ook een herkenning op een diepere laag. Dat je gevoelsmatig voelt, hey, daar heb ik een klik mee met dat werk. En dat is voor mij heel wat breder. En dat hoeft niet figuratief te zijn. Maar het is wel zo dat in deze expositie alleen figuratieve kunstenaars deelnemen. Met mogelijk een abstracte inslag. Maar ja. Maar die herkenning bij jouw eigen werk. Ik bedoel, ik heb gekeken natuurlijk op internet. Want ik was er niet bij jou geweest. Ik had het gevoel dat er een soort zweem over ligt die ik niet helemaal begrijp. Waardoor het echte, het realistische net een beetje verdwijnt. Of zeg ik nou iets heel raars in jouw ogen? Nee, je zegt helemaal niks raars. Sowieso wat je waarneemt, dat is natuurlijk altijd heel eigen. En ik denk dat ik wel herken wat jij bedoelt. Ik merk dat ik soms zelfs als ik een eerste opzet maak, schilder ik iets. En kort daarop vernietig ik ook een deel van wat ik heb geschilderd. Dus het opbouwen en het afbreken is eigenlijk iets wat voortdurend door het hele werk door aan de orde is. En ik heb natuurlijk daar vaak wel over nagedacht. Nou, dat is niet erg handig. Zeg dat je alles wat je opbouwt weer opruimt of afbreekt. En daar ga je natuurlijk over nadenken. Waarom doe ik dit eigenlijk? En... Dan kom je er dus achter dat het niet over die uiterlijke verschijning gaat. En dat je dus door het wegvegen een andere laag kunt laten zien. Dus het gaat niet precies over de fotografische vorm. Maar het gaat eerder over een gemoedstoestand weergeven. Of een sfeer weergeven. Met gebruik van de figuratieve vorm, denk ik. Ja. Wat het je doet. Ja. En ook een soort... Ik noem het even coulissen bij een theaterstuk. Zoiets? Dat roept inderdaad ook meteen een emotie of een sfeer op. Nou, dat doet dit ook. Als ik een ruimte binnenkom, zoals bijvoorbeeld hier... heb je al gelijk een gevoel van wat voor een soort ruimte dat is. En ook zelfs soms als je bepaalde mensen dan ziet staan... dat je weet je meteen wat voor een soort... of je hebt ook al een gevoel over. Dan kun je eigenlijk helemaal niet zeggen waar dat op gebaseerd is, maar dat... Ja, en dat heb ik dus ook in mijn werk, wil ik dat zichtbaar maken. Maar dan heb je toch een punt dat je zegt, en nu is het wel klaar voor mij. Want jij beslist op een gegeven moment, ik doe nog wel iets weg, ik doe nog iets bij of zo. Weet jij dat punt aan te geven? Of voel je dat? Of is dat na een nacht slapen? Of hoe werkt dat bij jou? Dat is eigenlijk ook helaas niet een... Nee. Het ene keer dan is dat... is bijvoorbeeld één dag heb ik gewerkt en dan is het werk gewoon klaar. Niks meer aan te doen. Dat is af. En dan kom ik maanden later, zie ik het werk weer en dan is het nog steeds af. Maar soms is het zo dat ik een werk al vier keer heb afgeklaard. En dan pak ik het toch weer op, omdat het gewoon niet klopt wat ik heb gedaan. Dus dat, ja. Dus jij bent de kunstenaar die zegt, een kunstwerk kan wel degelijk nog een nieuwe dimensie krijgen. Hoe bedoel je dat? Nou, je zegt, als het af is, is het af. Dan is de dimensie voor mij is af. Maar bij jou kan het zich hernemen. Je kunt zeggen...
nee, ik vind het toch nog niet wat ik eigenlijk wil. Ja, ja dat is zo. Dat is zo. En soms dan is het zo dat, dat je door een ontwikkeling, en je hebt toevallig het werk nog thuis, dat je dan besluit, nee, ik ga dat ook anders doen. Wat voor ontwikkeling? Nou, dan komen er dingen in je leven. Of je hebt net een fantastische tentoonstelling gezien met bepaalde kleuren. Of je bent zelf bezig met andere materialen. Waardoor bijvoorbeeld daar veel meer dynamiek in is gekomen. En dan wil je dat eigenlijk ook nog wat meer terug laten zien in dat betreffende werk. Meestal is dat heel gevaarlijk. Want je gaat twee gemoedstoestanden eigenlijk bij elkaar verbinden. Maar een enkele keer dan komt daar iets heel spannends uit. En soms dan gooi je ze daarna in de prullenbak. Kan ook. Uiterlijk is maar uiterlijk, zegt wel iets over het innerlijk, maar het innerlijk is natuurlijk waar het uiteindelijk om gaat. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. En dan is het heel spannend om in een uiterlijk beeld uiteindelijk een oproep te doen naar dat innerlijke stuk. En ik denk dat we daar alle drie mee bezig zijn, maar sowieso ook waar Francine mee bezig is in haar werk. Omdat zij natuurlijk ook de veroudering laat zien, maar met zoveel aandacht en liefde die eigenlijk meer vanuit het binnenste komt en dan in een uiterlijk beeld zichtbaar. Dat was voor jou zeg maar de lijn die jullie samen hebben om deze tentoonstelling te maken. Ja, ik denk dat dat een heel globaal beeld geeft. En daarnaast natuurlijk een fascinatie van hoe gaan zij te werk en hoe inspireert mij dat. Ja. En elkaar waarschijnlijk weer. Ja, zeker. Ook elkaar. Ja, klopt. Ik heb met Francine regelmatig verhalen over hoe gaat dit nu verder, dit schilderij. En bij Pedro zat ik gisteravond nog heerlijk aan een biertje en hadden we het over het gebruik van gold leaf in schilderijen. Net zoals Pam en zoals ik ook doe in dit schilderij. En hoe hij met huid ook op die manier bezig is. Dag Francine. Jij zei net iets dat jouw werk in een galerie net iets anders uitziet of iets anders doet bij jou dan thuis. Ja, ja, thuis heb ik een andere lichtval, andere setting. Je staat er meer bovenop, toch wel. Ik heb een redelijk klein atelier en het is altijd gewoon shocking als je je werk ergens anders ziet hangen. Maar ik denk dat iedere kunstenaar dat heeft, dus het zal er wel bij horen, denk ik. Het is niet zo dat je dan in één keer denkt, nu is het echt of zo. Nu is het echt. Ja, nu hangt het. Nee, ik denk dat ik daar al iets te lang voor exposeer. Omdat het is niet als een eerste keer dat ik exposeer natuurlijk. Nee, dat weet ik. Maar ik bedoel, bij mezelf is het zo. Als het gedrukt is, dan is het pas echt. Ja, dat snap ik wel wat je bedoelt. Van, dan is het echt af. Zolang het in het atelier is, dan is het nog in ontwikkeling. Ja, dat is waar. Ja. Nou heb ik jou een tijdje geleden geïnterviewd. En dat ging vooral over oudere mensen. Gerimpelde oudere mensen die dan niet mooi zouden zijn, maar wel mooi zijn, volgens jou. Maar ik zie nu ook andere schilderijen. Kan jij iets zeggen over die ontwikkeling? Ja. Nou ja, ik heb het heel lang gehad over het einde van het leven. Het ouder worden, angst voor de dood. En eigenlijk die angst voor die dood of voor de vergankelijkheid, eigenlijk komt dat net zo goed terug voor mij in mijn nieuwe werk. En iets wat ik gewoon heel sterk voel sinds ik weer moeder ben geworden voor de tweede keer. Dat die tijd gewoon zo waanzinnig snel gaat. En daar voel ik me heel erg melancholisch bij, heb ik gemerkt. Nou, vasthouden dat gevoel door, en ook die tijd een beetje stil laten staan door ze dus die mooie momenten vast te leggen. Dus eigenlijk zeg je, dat dood, het einde van het leven, leg ik ook vast door vast te leggen wat het leven is. Ja, wat het begin van het leven is, net zo goed. Ja, dat is voor mij, loopt dat mooi in elkaar over qua onderwerp. Maar ik merk wel, het vraagt alweer om een andere verfbehandeling, een andere techniek. Het is echt... Dat moet je even uitleggen, want ik kijk dus en ik zie wel qua kleuren iets anders, maar de techniek. Nou, bij de oudere huid vroeg het voor mij heel erg om de gelaagdheid van dunne verflagen, waardoor je dus die transparantie en dat kwetsbare van die oudere huid mooi tot stand komt. En bij nieuwe werk, ik schilder ook veel zoals mijn man, dat vraagt om een wat robuustere aanpak, vind ik. Dat is natuurlijk meer de stoere lijf. Omdat het een man is? Omdat het een man is en de kinderhuid op zich, de babyhuid is ook alweer redelijk transparant, maar toch wel niet dat dunne als van een oude huid. Op een of andere manier vraagt dat voor mij om een andere aanpak van de verf. En ik ben daar nog heel erg mee aan het worstelen en aan het zoeken en aan het ontdekken. Dus dat kan alle kanten op gaan eigenlijk. Is dat puur techniek waar je het nu over hebt of is het ook het gevoel? Ja, maar dat gaat hand in hand. Dus
Ja, tuurlijk. Van hoe die verfhuid zich ontwikkelt, dat bepaalt ook een sfeer van de schilderij natuurlijk. Hè, dat transparante van een verflaag geeft een heel andere sfeer als dat je iets heel dik met een paletmes opbrengt. Je bent uitgenodigd door Hanneke om mee te doen met deze tentoonstelling. Ik vraag het haar straks ook even, maar weet jij waarom ze jou ook heeft uitgenodigd? We zijn al jaren goed in contact met elkaar, ook omdat we een klik met elkaars werk hebben. Dat is wel een soort herkenning, denk ik, in elkaars werk en hoe we als kunstenaars worstelen en hoe we te werk gaan, denk ik. Dus die wederzijdse waardering die is er al lange tijd en we hebben al vaker samen geëxposeerd. En ook herkenning van de onderwerpen die zij maakt of niet? Nou, we groeien daarin wel steeds meer uit elkaar, merk ik, afgelopen jaren. Maar ja, nog steeds wel respect en de waardering voor mekaars werk. Hoe heb je Pedro gekend die hier staat met zijn beelden? We hebben elkaar 3 jaar geleden ontmoet in Barcelona. We hadden een gezamenlijk contact. Jesus Espina die Master Les Galles organiseerde al een aantal jaren. En dat zijn een soort netwerkmeetings voor kunstenaars. En daar heeft hij zijn landgoed dan zeg maar voor laten gebruiken, beschikbaar gesteld. Ja. En daar was Pedro en daar was gelijk wel ook een soort van ja, klik. Het klinkt zo cliché, maar dat was gewoon een klik. Ook als persoon, maar ook met zijn werk. Ook zo heel iemand die zo heel dicht bij zichzelf blijft en heel integer en open. En, ja. Dat is voor jou belangrijk, hè? Integer zijn, open zijn. Dat is heel belangrijk, absoluut. Maar hij maakt beelden, hij maakt driedimensionaal. Daar had je hetzelfde gevoel bij? Absoluut, ja. Ik vind ook, dat maakt niet uit wat voor materiaal het is eigenlijk. Hè. De intentie, daar gaat het om. Hello, Pedro. You're coming from Spain? Yes, I come from Spain, from a city who calls Madrid. Not a small city, a big city. No, it is a big city, exactly. It is a big city. I live in the city. I like the city because it is a hard place, but at the same time, it is an interesting place for the artistic inspiration. So you can work with many things. For instance, this little statue from a man, a girl. What is it? Yes, this is a statue. I used to work with the world I have around to me. With my family or with my with friends, so I used to work with a model. So I work directly with the model, and I try to be near and to the model. How do you come by this exposition? Who invited you? Well, it was many years ago when I knew Francine and I knew Hanneke, and we have a good relationship through internet. Today, internet it is a place where you can be in contact. So I really love his works, her paintings. So I follow them, and they follow you. Of course, also we are in contact, and we can show to them my work, and then they show to me her works. And it is I am very happy to be here with all of you. They told me that their inner part of life is more important than the outside. Is that the same with you?
Well, this is a very important subject. In the Spanish art, one of the things can explain is that when you see a Spanish painting, you can see that both parts of the human being are important. So when you see, for example, Velázquez, you can see that the inner side of the human being is when he's working with the outside. I don't know. It is like a both sides are including. Combination of both. Combination of both. Many times in the art history, sometimes it is more important the inside, sometimes more important the outside. In the 19th century, the outside it was more important. And then in another period, in the Middle Age, the inner side it was much more important. Breda Nu. Je weet het meteen.